Welkom op het Hembrugterrein. Mijn naam is Sabine Renders, ik ben projectdirecteur van Hembrug Zaandam BV. Hembrug Zaandam BV is opgericht tot ontwikkelcombinatie ABC, Life Europe en Ten Brinke vastgoedontwikkeling. En samen staan we voor een prachtige opgave om het Hembrugterrein te transformeren in een gemengd woon-werkgebied. De eerste stap zetten we nu. Het is het masterplan Hembrug, het overkoepelend integraal verhaal waarmee we de uitontwikkeling kunnen oppakken. Daar heeft een team aan gewerkt met onder andere Bura en Stroopman, onze ontwerpers, om dit plan voor u te maken. Eerste stap, belangrijke stap. Als we deze stap hebben gezet, gaan we woningen ontwikkelen en we gaan onze gebouwen transformeren en hergebruiken. En daarin wil ik u even meenemen naar een gebouw, gebouw 430. Wat op dit moment al wordt aangepakt om een nieuwe toekomst te geven en om te vormen tot een kunstmuseum. Het gebouw wordt klaargemaakt om te kunnen openen als kunstmuseum eind van dit jaar. En de schoonheid zit hier heel erg van binnen, zit vooral in de dakvorm. Het gebouw is niet monumentaal, maar als je hier staat denk je wauw, wat een mooi gebouw. En een van de belangrijkste dingen wat nu in de afgelopen periode is gedaan, is dat al het betonwerk weer helemaal schoon is gemaakt. En dat het weer helemaal zichtbaar is en hersteld wordt in de oude staat. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Mijn naam is Marco Broekman van Bura Urbanism. Ik wil jullie eigenlijk meenemen in het masterplan Hembrug. Dat ga ik samen doen met Berno Strootman. En dat doe ik door mijn scherm te delen. Ik wil jullie meenemen in de ontwikkeling van Hembrug. En dat wil ik doen door allereerst het team voor te stellen. We werken daar in een ontwerpteam aan, Buur Urbanist met Strootman. En onze opdrachtgevers, veel adviseurs, uiteraard ook in samenwerking met de gemeente Zaanstad, hebben we de afgelopen periode hard gewerkt. Eigenlijk al sinds de aanbesteding van het Rijksvastgoedbedrijf, dat ik samen met heel veel van de partners rondliep op Hembrug, ben ik heel erg verliefd geraakt op het terrein. En ik denk zoals vele mensen. En dat gaat er dan ook om dat we met het masterplan die belangrijke kwaliteiten van Hembrug willen waarborgen, maar het gebied ook toekomstbestendig maken. Hembrug is een hele belangrijke gebied binnen de metropoolregio Amsterdam, onderdeel van die regio en zal ook een belangrijke plek hebben in die regio als een plek tussen Amsterdam, de havens, de Zaanstad en de haven richting de zee. Dus Hembrug, een unieke plek, groene plek vanuit de geschiedenis. Voor de regio, maar ook voor Zaanstad. Waar komen we vandaan? In 2016 zijn de gebiedspaspoorten gemaakt. In 2018 de planvisie van ABC. Waar eigenlijk dit plan ook op doorwerkt. Maar ook de gebiedspaspoorten zijn daarin een belangrijk element. Er is ook veel participatie over geweest. Ook afgelopen herfst. Veel digitaal. En het doel van het masterplan is dan ook om die samenhangende eenheid, identiteit van Hembrug te benoemen en te behouden. Om een kader te bieden voor verschillende deelgebieden en initiatieven. En integraliteit te bewaken tussen de verschillende deelgebieden. Dus het is geen gefixeerd eindplan, maar een adaptief plan. Nou, met dit plan willen we verschillende ambities graag benoemen. We willen een grote bijdrage leveren aan de woningbouwopgave. We willen de unieke kwaliteit van Hembrug versterken. We willen buurtvoorzieningen realiseren. En we willen bestaande ondernemers en bedrijven ook een plek geven, onderdeel maken van Hembrug. Nou, dat doen we in afstemming met uiteraard de haven, ook met de milieucontouren. En dat doen we in afstemming met heel veel stakeholders. Er is een hele planning aan gekoppeld. Nu maakt het masterplan. In een latere fase maken we een aantal andere plannen. Zoals mobiliteitsplan, beeldkwaliteitsplan, masterplan openbaar ruimte en stedenbouwkundige plannen op deelgebiedniveau. Nou, een stapje terug, een hele rijke geschiedenis. Het verleden natuurlijk bij veel mensen bekend. En het terrein is eigenlijk gegroeid vanuit een logica van militaire productie, waarbij gebouw, mens en landschap heel erg
verweven waren met elkaar, heel erg in een soort logica met elkaar ontwikkeld zijn. Als je dit soort kaartjes ziet, de ontwikkeling van Hamburg, is dat eigenlijk altijd een adaptief gebied geweest, wat met de tijd is veranderd, maar ook heel veel kwaliteiten heeft ontwikkeld met de tijd. Nou, een aantal van die foto's hier, prachtige foto's van de middenweg, waarbij je de bestaande bebouwing ziet, de oude leidingen die daar lopen, het industriële erfgoed wat aanwezig is, maar ook de kleinere plekjes, groene plekken, structuren, gebouwen hier bij Yada Yada. De zichten ineens van de ene plek naar de andere plek, hier richting het water. En ook de groene plekken tussen de bebouwing die eigenlijk met de tijd zijn ontstaan. Er zijn natuurlijk ook veel activiteiten, evenementen in het gebied, een beetje voor corona uiteraard. Maar ook de gebouwen zelf hebben heel veel potentie om ontwikkeld te worden. Net als natuurlijk het hem wat we hier ziet. Dus we denken dat er heel veel potentie is in het gebied, in de gebouwen, om hier verder op door te gaan en door te ontwikkelen. Dat bos gaat, zie je veel meer die kwaliteiten van dat bos tussen de gebouwen en tot en met bijvoorbeeld hier de enclave, belangrijke ontwikkeling in het gebied, maar ook juist midden in dat bos veel meer die geheimzinnigheid van het bos, een beetje verscholen karakter, die kwaliteiten waar Berno straks ook wat meer over zal vertellen. Nou, het Hembrugterrein anno 2021 kent in onze ogen dus heel veel verschillende kwaliteiten, met open plekken, met groenere, kleinere plekken, dat bos, de groene omranding en ook het zuidelijk gebied, het mozaïek zoals we het noemen, daar willen we ook op door gaan werken in dit masterplan. En we zien daarbij Hamburg wel echt als een eigen karakter, een eigen identiteit, maar die we veel beter willen verbinden met de omgeving, met het centrum, het Achtsluispolder, met Amsterdam, met het water, met de omgeving. Dat ziet u hier in dit kaartje, de potentie van een aantal van die verbindingen richting de omgeving. We willen dus voortbouwen op bestaande waardes van het gebied, die ook nu belangrijke identiteit bepalen. Dat hebben we genoemd het industrieel landgoed, het erfgoed als wapenfeit, scheepstoeters en vogelgefluit, juist die combinatie van die haven, maar ook juist dat bos wat met ecologie en natuur heeft, maar ook juist de creativiteit van de bestaande ondernemers en makers, het ontdekken en het beleven. Nou, wat is dan die visie? Die bestaat eigenlijk uit een adaptief plan, een gefaseerd plan, waarbij we met name in het noordelijk deel willen starten, fase 1, en in het zuidelijk deel meer op acupunctuurniveau willen gaan verdichten, en dan langzamerhand richting het midden en het zuiden gaan om uiteindelijk tot ontwikkeling te komen in Hamburg. Nou, dit schema speelt een hele belangrijke rol in, dat we in het zuidelijk deel die kwaliteiten van het mozaïek, van die gebouwen, die pleinen en die straten, willen doorzetten in het noordelijk deel. En andersom willen we juist het karakter van het bos, van het landschap, willen we doorzetten in het zuidelijk deel. Dus de bebouwing in het noordelijk deel zal hier veel meer omgeven zijn door het bos. En daarnaast gaan we ook een aantal nieuwe structuren, groenstructuren maken, om dat het groen veel robuuster te maken. Nou, daar gaat Berno nu wat meer over vertellen. Want de eerste twee punten uit onze 7 uitgangspunten gaan heel erg over het landschap en de openbare ruimte. Berno, ik geef jou nu het woord. Hallo, ik ben Bernd Strootman. Ik ben landschapsarchitect en met mijn bureau Strootman Landschapsarchitecten al een geruime tijd betrokken bij de herontwikkeling van Hamburg. En we hebben samen met Bura Urbanism gewerkt aan dit masterplan. En ik wilde jullie graag wat vertellen over het landschap en de openbare ruimte in het gebied. En dat gaat onder het motto groen en geheim versus iconisch en herkenbaar. Het zijn allemaal belangrijke termen voor de ontwikkeling van Hamburg. Als we kijken naar de landschappelijke kant, dan valt op dat Hamburg
een hele eigen wereld is, een hele bijzondere plek. Je zou het een militair-industrieel landgoed kunnen noemen. Een gebied wat heel lang afgesloten is geweest en wat een unieke sfeer heeft. En wat nu toegankelijk wordt langzamerhand, steeds toegankelijker. En het idee is dat die toegankelijkheid toeneemt, maar dat de eigen sfeer zoveel mogelijk behouden blijft en verder wordt ontwikkeld. Dus het gebied wordt omsloten en toch ook heel goed verbonden. De relatie met het water is heel belangrijk. En natuurlijk de ruimtelijke kwaliteiten van het industriële landgoed verder versterken. We maken voor die toegankelijkheid maken we een aantal nieuwe verbindingen. Het verloren spoor is een hele belangrijke ruimtelijke structuurlijn. Een oude spoorlijn, de naam zegt het al. Die liep ooit naar Zaanstad, naar het centrum toe. Die wordt nu gestopt eigenlijk door de Den Uylweg. En het plan is om daar een voetgangersbrug overheen te leggen, zodat je ook straks vanaf het centrum van Zaanstad over het verloren spoor naar Hamburg kunt lopen. Ook wat andere entrees, ook hier bij het water komt een nieuwe entree. Zodat je ook straks als je met de boot aankomt vanuit Amsterdam, wat op termijn hopelijk gaat lukken, dat je daar een mooie entree hebt tot Hamburg. Er zijn al heel veel routes, die laten we allemaal intact en er worden hier en daar wat kleine paden toegevoegd. En we proberen die groenstructuur zo robuust mogelijk te maken. En we benaderen in dit masterplan Hamburg als een natuurgebied, waar we proberen om de biodiversiteit zo hoog mogelijk te krijgen. Maar natuurlijk wel in de context van een toch stedelijk gebied waar veel mensen wonen en veel mensen werken. Als we dan kijken naar die toekomstige identiteit, dan zie je dat die ook voor een groot deel wordt bepaald door het bos. Het bos maakt de sfeer, het bos zorgt voor herkenbaarheid, zorgt ook voor die biodiversiteit. En ook in de toekomst zal die identiteit voor een belangrijk deel worden bepaald door het bos. Wat verderop, dus niet meteen aan de randen, maar wat meer naar binnen op het terrein. Daar zie je op sommige plaatsen wat bebouwing boven de bomen uitsteken. Maar meestal blijft de nieuwe bebouwing en ook de oude bebouwing, die blijven eigenlijk onder de bovenkant van de kronen. Zodat ze echt opgaan in de bossfeer. En natuurlijk, als die accenten er zijn, dan zijn die van een Hamburgse architectuur die heel goed past in het gebied. En met een hoge architectonische kwaliteit. Als we dat verder inzoomen, dan zien we dat het centrale deel, het Hembrugbos, het is gearceerd. Dat betekent dat het van de gemeente Zaanstad is. En dat het en in samenhang met het masterplan openbare ruimte, wat we ook gezamenlijk gaan maken, wordt nagedacht over de toekomst van het bos. Dat betekent dat het Hembrugbos wat meer dan nu toegankelijk zou worden. Nu kun je er niet in, er staat een hek omheen. En er moet een goede zonering komen die maakt dat je het bos op sommige plaatsen goed in kunt en kunt beleven, maar op andere plaatsen dat het ook rustiger blijft, zodat ook de ecologische waarden voor de dieren die er leven beter gewaarborgd zijn. Die groene wereld die strekt zich niet alleen maar uit tot het bos, maar het bos dat loopt eigenlijk langzaam uit in een groene wereld van groene pleinen, waar veel bomen worden aangeplant ook nog, zodat je die hele groene sfeer doortrekt tot aan het water. En waar geen bomen staan, dit wordt langzamerhand een soort boomweide met allerlei solitaire en boomgroepen. En die staan zoveel mogelijk in een kruidenvegetatie. Met ook zo hoog mogelijke ecologische waarden. En op deze manier zorgen we ervoor dat Hamburg ook straks, misschien nog wel meer dan nu, een geweldige leefomgeving wordt voor mensen, voor dieren en voor planten. Er is ook een bomeninventarisatie gemaakt. We weten precies waar alle bomen staan. En de bomen worden zoveel mogelijk gerespecteerd. Aan de noordkant hier, ten noorden van de regenmeter, daar moeten een paar stukjes bos verdwijnen. Maar er komen meer bomen terug dan er nu staan. Er is natuurlijk heel veel erfgoed. Dat zal ik zo nog even toelichten. En die groene sfeer samen met het erfgoed en ook met die nieuwe bebouwing, met die nieuwe mensen ook die er komen wonen, die maken dat dit zo'n bijzonder en zo'n fantastisch gebied gaat worden ook in de toekomst. Ik zei het al, vanaf het bos waait het eigenlijk het groen langzaam uit, waaien de bomen langzaam uit naar het water. Dus je gaat van een heel dicht bos naar een half open bos, naar veel meer open plekken, open bos naar het water toe, zodat je op het water goed kunt beleven.
Als we dan kijken naar het water, er ligt al een hele mooie waterstructuur, een hele kenmerkende ringenstructuur van Hembrug. Elke plek waar gebouwen stonden werd omringd met een forse sloot, die aan de ene kant zorgde voor de waterberging, maar aan de andere kant ook voor ontoegankelijkheid van wat daar binnen gebeurde, dat er geen pottenkijkers bij kwamen. Die ringenstructuur die nemen we als uitgangspunt, die maken we weer heel op plaatsen waar die dat niet is, en die maken we ook op sommige plaatsen dikker, steviger, breder, omdat we ook extra water moeten maken, want we gaan verhard oppervlak toevoegen, we voegen bebouwing toe en we voegen verharding toe op sommige plaatsen. En dat moet je compenseren om ervoor te zorgen dat het water ook geborgen en kan worden en kan infiltreren. Infiltratie zorgen we voor door het gebied zo groen mogelijk te houden, zo min mogelijk verharding. En we zorgen voor meer berging op groene pleinen, op daken bijvoorbeeld en in die verbrede waterlopen. Nou, hier zie je die waterstructuur. In het lichtblauw de bestaande structuur en in het donkerblauw zie je ook die ringen in de nieuwe structuur. Je ziet ook dat het water hier en daar wordt opgedikt, wat breder wordt. En je ziet overal, zie je ook die, de bestaande gebouwen natuurlijk staan, waarbij we proberen om ook in die groene vlekken, dat zijn pleintjes waar ook hemelwater wordt opgevangen, groene pleinen of als het stenige pleinen zijn, zorgen dat die verharding kan infiltreren of dat het water tijdelijk wordt vastgehouden en geborgen en dan pas wordt doorgegeven naar de bodem, zodat al het water wat hier valt, of bijna al het water wat hier valt, kan worden geïnfiltreerd in de bodem en uiteindelijk kan worden afgevoerd naar het Noordzeekanaal. En als we dan kijken hoe dit gebied zich ontwikkelt, dan zien we, ik had het op de kaart al even aangewezen, als je op het verloren spoor staat straks en je kijkt naar het noorden, in de richting van het centrum, Dan sta je hier op het verloren spoor, de nieuwe verharding, links de nieuwe woongebouwen. Je ziet natuurlijk veel meer mensen dan nu. En je ziet hier nog wat oude wallen, oude grondwallen uit de militaire tijd, waar we denken aan een aantal paviljoens die daartussen kunnen. En als het enigszins mee zit, dan hebben we straks over die NL-weg een verbinding naar het centrum van Zaanstad. Het tweede deel gaat over de openbare ruimte. De bedoeling is dat die uitnodigend en collectief is. En we vinden het belangrijk dat er zo min mogelijk van die openbare ruimte wordt geprivatiseerd. Alles blijft openbaar, met uitzondering van een paar kleine randjes langs gebouwen. En het is eigenlijk één grote groene wereld. Die versterkt ook dat landgoedidee, dat industriële landgoedidee. Je kunt eigenlijk overal komen en het is heel informeel. Je kunt zitten in het gras, liggen in het gras. Je kunt elkaar ontmoeten en je kunt er van alles organiseren. En als het feestje of wat dan ook klaar is, dan zie je er niks meer van terug. In de zin van dat het is niet geclaimd voor een bepaald gebruik, maar het is voor allerlei gebruik geschikt. We hebben heel veel bestaande verharding, bestaande paden. Die gaan we zoveel mogelijk, of die gaan we allemaal behouden. De Middenweg, maar ook de Hemkade, verloren spoor. Een aantal groene pleinen komen daarbij. Het Hembrugplein, de kop van de Kaap, zoals we dat noemen, waar je fantastisch kunt uitkijken over het Noordzeekanaal straks. En het Pontplein krijgt een opwaardering. En natuurlijk ook het verloren spoor. En hier en daar komen wat paden bij, maar die zullen ook allemaal in diezelfde Hembrugse sfeer komen. Zoals ook de bestaande paden en verharding met veel stelkomplaten en gebakken klikkers. Als we dan kijken naar de sfeer, dan zie je allemaal van dit soort sferen. Het is heel ontspannen, het is groen, het erfgoed domineert. En je ziet ook dat je het echt op allerlei manieren kunt gebruiken. Soms is dat collectieve maaiveld hard, vooral in de buurt van gebouwen. Maar meestal is het zacht en groen en met een hoge biodiversiteit. Op de overgang van gebouwen naar de openbare ruimte kunnen we denken aan kleine geveltuintjes bijvoorbeeld, of potten die buiten staan. Maar meestal grenst die openbare ruimte, het collectieve openbare ruimtedeel, grenst eigenlijk meteen aan de woningen, waar je dan wellicht met een veranda nog een privéplek buiten kunt maken. Maar zo gauw je daarvan afstapt, dan stap je eigenlijk in het collectieve deel. Overal zijn artefacten. Allemaal herinneringen aan de industriële tijd, de militaire tijd ook. Er zijn overal aardewallen, dat zijn die beige dingen. Er zijn historische structuurlijnen, zoals het verloren spoor. Er zijn stellages, er zijn stoomleidingen, bliksemafleidingen en zelfs geheime ondergrondse schuilkelders.
Overal waar je straks loopt, word je herinnerd aan de tijd die er ooit was, de militaire tijd. Ze hebben geen functie meer, krijgen hier en daar weer een nieuwe functie, maar meestal niet omdat ze daar niet geschikt voor zijn. Maar herinneren aan de tijd en geven het gebied een enorme rijke historische gelaagdheid. We zijn dus op het Hembrugterrein en hier is een kaart waarop je ziet dat het Hembrugterrein vol staat met bijzondere objecten. Zoals hier achter ons zie je het karkas van een hele grote oude pers. En er zijn 120 gekke objecten op het hele terrein waarvan ik eigenlijk vind dat we daar iets positiefs moeten doen. En dus als je meteen rechts gaat, heb je de treinwagon. Ja, daar was mijn idee van om daar de deuren van open te schuiven en een soort van mini-supermarkt te gaan maken, zeg maar. Dus een soort van de eerste supermarkt op het terrein. Waar dan gewoon een koeling staat met alle beste kaas en champagne. Dan ga je eigenlijk door. Hierachter willen we eigenlijk moestuinen gaan maken. Daar heb je een soort van oude plekken met hele grote mooie betonnen muren staan. Waar een mooie verdeling in is. Volg je het pad en dan kom je eigenlijk langs al die oude palen waar die waterleiding overheen liep. En het lijkt me heel mooi als we bovenop al die palen een soort van Highline Park ontwerpen. Zoals ook in New York is. Dat je een soort van elevated park krijgt. Waarbij het terrein op een ander niveau kan aanschouwen. Kijk, en dit is dus de watertank. Perfecte plek voor lekkere diners, exposities, lezingen. En het mooie is dat hij dus een open dak heeft, waardoor je dus ook het zonlicht kan ervaren. Want als je doorfietst, dan kom je dus in de ingang van die schuilkelder terecht. En het idee hiervan is dus om eigenlijk dat je hier begint en dat je de rijpende kazen tegemoet loopt. En dan kan je eigenlijk helemaal tot aan de achterkant, 200 meter lang, dus proeverijen organiseren met wijn of met kaas. En er staan ook allemaal banken in. Dus ja. Een nieuwe ontmoetingsplek op het terrein. Deze bijzondere objecten zijn voor mij zeg maar eigenlijk een soort van ja, vrolijke, goede start van de ontwikkeling. En dan sluiten we af met nog een plaatje vanaf het verloren spoor, maar dan nu in de richting van het water. Je ziet hier de nieuwe gebouwen, je ziet die collectieve openbare ruimte. En je kijkt naar het water, naar het Noordzeekanaal met een boot die daar voorbij komt. Tot zover de toelichting op landschap en openbare ruimte. Vanaf hier neemt Marco het weer over. We gaan nu verder met mobiliteit. Heel belangrijk om, als we die kwaliteit van die openbare ruimte willen waarborgen, zullen we ook echt goed naar die mobiliteit moeten kijken. Nou, daarbij sluiten we heel erg aan bij de koersnoten van de gemeente. En willen we in het gebied eigenlijk gaan werken met een aantal hubs, een aantal knooppunten waar mobiliteit samenkomt. We willen het parkeren voor de woningen zoveel mogelijk afvangen aan de randen. En we onderzoeken bijvoorbeeld of we een soort buurtbus ook over het gebied kunnen laten gaan. Verder werken we met een aantal poorten die uiteindelijk leiden naar het gebied. Heel voetgangers- en fietsersvriendelijk gebied, waarbij u hier de structuur ziet van de fietsen in roze en oranje juist de voetgangers. Dus de voetgangers op één, dan de fietsen, de deelmobiliteit en dan de gewone auto's. Nou, dit is nog een kaartje van de mobiliteit die laat zien dat het parkeren wordt afgevangen op de randen. Maar uiteraard zal er op het gebied zelf ook wat bestaand parkeren blijven. En zal dat gefaseerd worden aangepakt. Natuurlijk ook belangrijk, mogelijke belangrijke meer verbinding met het water. Richting Zaanstad, Zelfsaandam, centrum, maar ook Amsterdam. Dat parkeren zien we als een strategie die ook gefaseerd gemaakt zal worden. Waarbij we nu heel veel maaiveld parkeren hebben, maar we langzamerhand door middel van gebouwd parkeren in bestaande bebouwing, ondergronds parkeren, maar ook soms maaiveld parkeren, we het parkeren uiteindelijk veel beter en geconcentreerder willen oplossen, natuurlijk mede afhankelijk van een aantal maatregelen die we treffen in de omgeving. Nou, dat gaat dan ook over deelmobiliteit, deelfietsen, maar ook verbindingen over het water naar de omgeving en de verdere locaties. Dit is een beeld van de middenweg waar de auto welkom is, maar wel de gast. Nou, belangrijk is een gebied te maken met een goed woon- en leefklimaat. En geluid, maar ook lucht, speelt er natuurlijk heel belangrijk een rol in. En we hebben in het stedenbouwkundig plan geluid echt als een ontwerpparameter
genomen. Omdat het geluid ook eigenlijk van alle kanten komt. Maar het heeft wel geleid tot een sterkere focus voor woningbouw in het noorden. Nou, met onze eigen adviseurs hebben we daarbij een aantal typologieën ontwikkeld. Waarbij het geluid wordt meegenomen. Nou, die typologieën vindt u terug in de bebouwing. En dan hebben we met name in het zuiden te maken met bebouwing die wat meer die hofstructuur zal hebben, of het langwerpig, zodat je ook daar juist goed het geluid kan gaan weren. In het noorden ben je daar iets flexibeler in. Maar het is nadrukkelijk onze bedoeling om ook echt met die bebouwing stillere plekken te creëren, zodat je hier ook op een prettige manier kan wonen en werken. En het bos speelt er uiteraard ook een hele belangrijke rol in. Nou, we willen toe naar een gemengd gebied. Wonen, werken, recreëren, kunst en cultuur. En daarbij uiteraard ook de bestaande ondernemers, de bestaande maakcultuur, het innovatieve karakter van de ondernemers, de mensen die er al zijn, ook doorzetten in dat plan. Dus een innovatief gemengd werk-woonmilieu voor makers, ondernemers en kunstenaars. En we zeggen daarbij, het wordt een gemengd gebied, maar niet overal is dezelfde mate van menging. Dus in het noordelijk gebied zal het met name woningbouw zijn, met wat buurtvoorzieningen rondom dat prachtige bos. Richting het zuiden zal het meer een menging zijn van werken, voorzieningen, horeca en af en toe wonen. En op de kop juist bijvoorbeeld meer juist ook die kunst- en cultuurevenementen rondom Taats die daar een plek krijgen. Dus er zit een gelaagdheid in die menging van wonen en werken. Welkom op het Den Brugterrein en welkom bij Tates. Tates is een multi-inzetbare evenementenlocatie bestaande uit zowel binnen- en buitenruimtes. Tates is opgericht door mijn vader. Hij is helaas onlangs overleden. Hij heeft altijd met veel passie, energie, tijd en liefde aan het Hembrugterrein gewerkt en aan Tates. Hij is hier begonnen als een van de eerste ondernemers. We zijn heel klein begonnen bij dit pand, de gallery, en zijn nu uitgegroeid tot wat we nu zijn. We willen graag met z'n allen investeren in de placemaking van het Hembrugterrein. We willen investeren in de connectie met Amsterdam, aangezien het op steenworp afstand is. Er zitten natuurlijk wat uitdagingen, maar komen ook heel veel kansen door de ontwikkeling die we met z'n allen willen realiseren. Ja, het is belangrijk dat de bestaande ondernemers daarin niet gefrustreerd worden in hun bedrijfsvoering, ben ik van mening. Maar ik vind het ook belangrijk dat de toevoeging van nieuwe functies open moet blijven. En ik denk dat het goed is dat we daarin nu met z'n allen over in gesprek zijn. Dingen zoals mobiliteit, bereikbaarheid, evenementen, geluid, wonen. Dat zijn allemaal dingen die erbij komen kijken. En uiteindelijk is het het doel om met z'n allen een mooi bruisend woon- en werkgebied te realiseren. Nou, dat wonen is maximaal 120.000 vierkante meter. En daarnaast dus ook veel vierkante meter voor andere functies. En uiteraard een inclusieve wijk waarbij er ook aandacht is voor sociale huur en vrije sector huur. In de gebouwen ontwikkelen we een voor ons uitstrevend kunst- en cultuurprogramma. Er zijn een aantal plekken die we ook aanwijzen voor bijzonder programma. Dus veel van het culturele erfgoed willen we behouden. Het zijn niet allemaal monumenten. Maar we willen ook echt gaan kijken of we die overige gebouwen kunnen behouden en kunnen gaan programmeren met bijzonder programma. Nou, dit zijn een aantal van die gebouwen, dus geen monument, maar die willen we wel behouden en gaan programmeren. Nou, uiteindelijk lijkt het ons ook heel belangrijk dat het op Hembrug ook heel erg gaat over collectiviteit, over delen, over het delen van voorzieningen, en dat gebeurt op verschillende schaalniveaus. Nou, hoe gaan we om met de nieuwbouw, eigenlijk met de beeldkwaliteit? Nieuwe eigentijds gebouwen versterken de bestaande collectie. Nou, we willen eigenlijk een nieuwe laag toevoegen aan die bestaande prachtige collectie van gebouwen die er nu al zijn. En die vormen voor ons ook een inspiratie. Zowel de dakvormen, de grootte van de gebouwen, de architectuur. En daarbij denken we enerzijds dat die bestaande gebouwen best op plekken getransformeerd kan worden.
En dit is een palet aan mogelijkheden van hoe de bebouwing aangepast kan worden. En je ziet eigenlijk al in bestaande plannen voor onder andere de enclave, dat er op een hele spannende manier al invulling aangegeven wordt aan die bestaande plannen. Nou, in de nieuwbouw zeggen we, nou, het is heel interessant dat Hembrug hele kleine gebouwtjes heeft, zoals bijvoorbeeld Bint, maar ook hele grote gebouwen heeft, zoals gebouw 320 en de kogelfabriek. En die schaalverschillen willen we eigenlijk ook in die nieuwbouwcollectie hebben. Dus de nieuwe eigentijdse laag, dat zijn wat ook een aantal nieuwe gebouwen, die versterkt de bestaande collectie. En die gebouwen die we toevoegen, die nieuwbouw, die is alzijdig, die heeft dus die diversiteit van korrelgroottes en heeft ook dat interessante daklandschap. Nou, hier daarvan een kaart waarbij we dus die verschillende korrelgroottes van small, medium tot large groot maken. Maar we willen ook op een aantal plekken, dat zijn de sterren, willen we een aantal hogere accenten maken tot 30 meter. Nou, de bestaande collectie breidt zich uit. Hierboven een oud beeld van hoe het nu is. Naar nu de nieuwbouw. In die nieuwbouw willen we dus ook die wisseling van die gebouwen gaan maken. Hier een palet van beelden. Die gaan van misschien meer richting baksteen, industrieel, naar juist heel groen. Misschien met houtbouw. Juist de architectuur die past ook bij de 21ste eeuw. Zeker voor hoogbouw hebben we speciaal aandacht. We hebben ook een aantal extra spelregels voor bedacht hoe je daar goed mee om kan gaan. Nou, hier uiteindelijk een plaatje van waar we ook zeggen hoe we dus met de hoogtes omgaan. En dat we daarmee de gebiedspaspoorten ook heel goed grotendeels volgen. Nou, de stedenbouw die leidt dus uiteindelijk tot een aantal verschillende plekken, een aantal verschillende woon- en werkmilieus die ik even door zal gaan. Dus in het noordelijk deel echt wonen aan het bos, met af en toe wat hogere accenten en af en toe juist wat laagbouw, groen, direct contact met de natuur. Bij de enclave juist rustig wonen tussen bomen en erfgoed, met juist grondgebonden woningen. In de zuidelijke deel zit je veel meer aan die bestaande bebouwing, maar ook aan het verloren spoor als belangrijke oude structuur. En in de campus tussen de bestaande bebouwing zit je heel erg tussen dat erfgoed en willen we veel meer gaan werken met een soort acupunctuur, dus door op bepaalde plekken nieuwbouw te gaan toevoegen. Nou, heel belangrijk als laatste thema, een duurzame ontwikkeling. Waarbij we in willen zetten op een collectief energiesysteem, een goed groen-blauw netwerk voor water, lokale opwekking van energie, maar ook het nadenken over het werken met circulaire materialen en ook nieuwe manieren van afvalscheiding bijvoorbeeld. Nou, het heeft uiteindelijk geleid tot een masterplankaart. En dan ga ik enigszins afronden. Dit is daarvan een indicatieve blik op de toekomst van fase 1, waarbij je de bebouwing in het noordelijk deel ziet. Je ziet ook een aantal pleinen die aan het water zitten, hier op de kop, centraal, maar ook bij het pont. En ik klik eentje verder. Hier ziet u een mogelijk beeld van de eindsituatie, waarbij er meer bebouwing is toegevoegd tussen ook de bestaande bebouwing in het zuiden. Dus we houden voor die eindbeeld ook rekening met een bepaalde mate van flexibiliteit. U ziet hier links fase 1, rechts twee varianten om die toekomst te duiden voor mogelijke toekomst in die tweede fase. Nou, dat uitzicht uiteindelijk ook in een kaart met de verschillende spelregels. En een beeld waarbij u het totaal ziet van bruin, dat is de bestaande bebouwing. En wit ziet u de mogelijke nieuwbouw. U ziet de belangrijke structuren, zoals het verloren spoor, verbindingen richting Zaandam, het water als belangrijke kwaliteit, het kunstcluster hier op de kop, nieuwbouw daartussen, Taats, het bos, de enclave en in het noordelijk deel nieuwbouw met af en toe wat hogere bebouwing. Nou, wij denken met het masterplan
een hembrug klaar te maken voor de toekomst, daar de bestaande kwaliteiten te borgen, maar ook een bijdrage te leveren aan belangrijke opgaves die spelen in Zaanstad. En dank voor het kijken en klaar voor de vragenronde.